Uit onderzoeken die vandaag naar de Tweede Kamer zijn gestuurd, blijkt hoe stelselmatig de Belastingdienst keek naar zaken als nationaliteit. In de werkinstructies voor ambtenaren stond zelfs dat geld geven aan een moskee als frauderisico mocht worden gezien. Je geloof kon in theorie dus reden zijn om extra in de gaten te worden gehouden door de overheid. Hoe je nou precies op die zwarte lijst terecht kwam, dat kunnen de onderzoekers niet meer terugvinden in de gebrekkige archieven. Maar dit soort selectiecriteria bestonden dus wel. En bovendien wordt de informatie uit het systeem, waarvan het kabinet zei dat het was gestopt, nog steeds gebruikt in de praktijk. Nou, nu is het op zich oké dat er naar fraude wordt gespeurd. Nu is het ook nog oké dat er algoritmes voor worden ingezet. Maar dan is het dus heel erg belangrijk dat je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Dus je moet democratisch afspraken maken over waar gaan we nou die algoritmes naar laten zoeken en waar ook helemaal niet. En om dat te kunnen controleren moet je dan dus ook transparant zijn over die algoritmes, over de werking daarvan en over de trainingsdata die gebruikt worden om die algoritmes te trainen. Zodat op zijn minst een onafhankelijke toetsingscommissie goed een audit op die algoritmes kan doen om te kijken of er niet expliciet of impliciet gediscrimineerd wordt. Als je dan op zo'n zwarte lijst terechtkomt, dan moet je altijd het recht hebben op uitlegbaarheid. Je moet duidelijk kunnen krijgen waarom ben ik op zo'n zwarte lijst terechtgekomen. En je moet altijd recht hebben op menselijke tussenkomst. Dat je altijd kan zeggen van nou, er moet even een mens naar kijken. Die kijkt, is het terecht wat hier is gebeurd? Er komt nu ook nog een wet aan, de wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden, de WGS. Die is al goedgekeurd, wat eigenlijk bizar is na het toeslagenschandaal. En die wet die moet nu worden gestopt. Dat ligt nu bij de Eerste Kamer, dat moet echt worden gestopt. Want daarmee krijg je dit maar dan in het kwadraat te kunnen. En overheden en bedrijven allerlei informatie gaan combineren om fraude op te speuren.